Vrijdagmiddag 5 juni heeft wethouder cultuur Marcel Melissen van de gemeente Tiel de tentoonstelling Tiel Tin Metaal in het Flipje en Strikmuseum geopend. In deze tentoonstelling staat het bedrijf Daaldrop, verantwoordelijk voor vele serviezen, huishoudelijke artikelen en lichtkronen centraal. Technisch directeur van Ito Daaldrop is natuurlijk heel bijzonder, zeg maar, dat er heel veel mensen de tijd nemen om een tentoonstelling in te richten met de producten die wij in het verleden hebben voortgebracht. Het bedrijf, dat in Tiel begon, heeft tegenwoordig haar hoofdvestiging in Schiedam. In deze tentoonstelling maakt de bezoeker kennis met de collectie uit de periode 1880 tot en met 1950 dat geheel in Tiel werd geproduceerd. Van art niveau tot de koele zakelijkheid en alles wat hier tussen ligt, kunt u zien in het museum.